Want Rut hield niet meer via internet besteld. Dat zorgt voor een soort extra pakjes die het PostNL bij de mensen thuis bezorgd heeft. Juster waren er in Ljouwert zo'n 20.000 pakketten verwerken. Verleden hier hebben we in een keer hebben we 1 miljoen pakketten ontdekt. Alleen nog nu hebben we dat al meerdere dagen gehad. Dus ja, het is meer als vorig jaar. En het, ja, het liep het er nu een beetje bij te jaren dat wij aan dat aantal takkomen. De pakketten worden groter in gewicht en in aanmetings. De sorteerders kunnen net in de pakken zien als ze het net vertrouwen, zodat gewoon mensen kunnen denken. Wol maar erop steken als er gevaarlijke stoffen niet zitten. Dan praat je over bepaalde kenmerken op pakketten met logo's, ADR heet dat dan. En aan de hand daarvan kennen wij wel zeggen van, hey, dit is een pakket, daar zit een bijzonder inhoud in. Maar over het algemeen weten wij net wat er in het pakket zit. Wel is het zo dat onze chauffeurs dat die traind binnen om met zulke pakketten om te gaan. Als er dus een bepaald logo aan de buitenkant zit, en ja, daar gaan wij dan wel extra voorzichtig mee om. Maar liefst iedereen op de zo'n huishoudens in ons land krijgt een pakket toestuurd. Het sorteercentrum in Ljouwert zit nog net op zijn maximale capaciteit. Ze kunnen 8500 pakketjes in het oren aan.